Nou, eens kijken of er vandaag nog wat te beleven valt, zeg. Wat ziet ik nou daar? Snoepjes. Allemaal hartjes snoepjes. Mijn hart gaat er al heel hard van kloppen. Oh, die lus ik al. Rick. Huh? Hallo. Hè? Rianne? Heb je ze al gevonden? Ben jij hier ook? Ja, ik ben hier ook. Nou ja, zeg, dat is lang geleden. Dat is heel lang geleden. Toen waren we op expeditie Lichtspoor, weet je nog? Oh ja, dat is waar, met die lichtjes om mijn nek. Ja, precies. Nou, maar ik eet even nog een paar snoepjes. Ja, maar Rick, ho, stop, stop. Een hele pot vol. Geweldig. Hier ga ik een poosje zitten. Oh, dat is echt helemaal tof, zeg. Hé, maar Rick. Nou, heb je al gezien hoe mooi het hier versierd is? Huh? Oh, oeps. Gaat er soms iemand trouwen? Nee, er gaat niemand trouwen. Maar wij gaan vandaag beginnen met het paasproject. Oké. 40 dagen gaan we een spoor volgen. Krijg ik dan 40 dagen snoep? Nee. Ha, maar is jammer. Jij had het al gezien, hè? Welke vorm hebben deze snoepjes? Ja, hartjes. Hartjes. Heerlijk. Een spoor van liefde volgen. Nou, dat spoor mag van mij nog wel een poosje doorgaan. Ja, maar ik denk dat jij al bijna vol zit. Nou, kan nog best wel bij, hoor. Ja. Ik heb ook nog een paar broekzakken, dan bewaar ik wat voor morgen en overmorgen. Ja. Nou, misschien dat we zo meteen verder kunnen snoepen. Maar zullen wij gaan zingen met de jongens en meisjes? Want... Oh, doen we zo weer mee? Ja. Hoi. Wij zijn wel... dat je er bent. Ja, precies. We zijn wel gezellig aan het kletsen samen. Maar de jongens en meisjes kijken natuurlijk mee. En we gaan met elkaar op stap. Oké. Nou, het schoor van liefde beginnen. Volgen. Ben benieuwd, hoor. Tegen. Ja, nou, ik was wel gewoon even een soort afgedwaald. Ja. Nou, maar dan heb ik wel geluk eigenlijk, want ik vind het wel heel gezellig om hier met jou te zijn in plaats van alleen. Ja, ik ook. Maar ik moet nog eventjes wat pakken, want dat heb ik laten liggen toen ik al die snoepjes zag. Ah, nou, ik ben heel benieuwd, want ik wil eigenlijk wel weten waar je eens even halen, was. Hoor, want ik was onderweg naar iets bijzonders. Oh, Rick. Ja? Jij maakt mij nu wel heel nieuwsgierig waar jij naar onderweg bent. Het is niet voor jou? Ja. Dat dacht jij zeker? Nee. Nou, ik ben niet jarig. Ik moet naar mijn allerbeste vriend. Echt? Want die is jarig. En ik heb een duur cadeau gekocht. Nou, en dat moet je horen. Ja. Wat denk je dat het is? Ik denk dat er strijkkralen in zitten. Bah, het rammelt lekker. Nou, nee hoor. Dat vindt u niet leuk. Het is een jongen, weet je wel. Het is een jongen. Oh, ja. Even nog één keer hoor. Ja. Oh, ik denk dat ik het weet. Nou, wat dan? Lego. Oh, jij bent echt goed in raden. Oh, ja. Het is een gave. Het is een soort auto met een beetje elektrisch erbij en lichtjes die aankunnen. Wauw. Nou, ik heb met hele
spapel te vrom gekeerd. Ik wou zeggen, dat is wel echt een heel mooi cadeau voor jouw beste vriend. Ja, hè? Daar heb je echt wat voor over gehad, hè? Maar, volgens mij moet ik opschieten. Nou, want, ik moet naar die verjaardag toe. Ja, Rick, maar weet je, jij zegt dat, hè? Een heel duur cadeau. Ja, dat zeg ik net. Een heel mooi duur cadeau. Al mijn centen. En ik denk daarbij aan een verhaal uit de Bijbel. Oh! Een verhaal over iemand die ook een heel kostbaar cadeau aan een goede vriend had. Was dat ook Lego? Nee, dat was geen Lego. Oké. Zullen wij zo gaan luisteren naar dat verhaal? Ja, ik ben wel benieuwd eigenlijk. En voordat wij naar dat verhaal gaan luisteren, hè, nou, wil ik je nog iets laten zien. Want je hebt hier al gekeken, hè, naar al die mooie dingen. Maar er hangt hier nog iets. Oh! Kun je het zien? Wauw! Nou, het is van hout gemaakt. Ja, dat lijkt zo, hè? Ja, het lijkt een beetje op een plus van rekenen. Ja, nou, het is een kruis. Oh, maar er staan nummertjes op. Ja, daar zitten allemaal luikjes in verstopt. Zie je dat? Ze zitten nu nog dicht. En op deze poster, die alle kinderen ook thuis hebben gekregen, dus de kinderen kunnen ook thuis zelf een luikje openmaken. Er staat hier ook op, 40 dagen project, een spoor van liefde. Oké, maar ik wil ze allemaal openmaken. Ja, we gaan ze ook allemaal openmaken, maar niet allemaal tegelijk. Hé, jammer. Elke week mag er één luikje open. Dus ik moet weer geduld hebben. Ja, altijd maar geduld als ik hier ben bij jou. Ja, sorry Rick, maar we gaan het toch zo doen. Nou, maak eens open. Zullen wij dat eerste luikje openmaken, kijken of het lukt? Ja hoor. Ja, daar komt hij. Oh, zo gaat hij. Hij gaat naar boven. Wauw! Daar zit een mooie tekening achter. Daar zit een heel mooi plaatje achter. En dat plaatje past bij dat mooie verhaal wat wij nu gaan horen. Auw! Nou, dan ga ik daar nog even voor zitten, hoor. Dat is een goed idee. Denk dat ik nog wel op tijd ben voor die verjaardag. Oké, ik ben er klaar voor. Kom maar op. Wat is het druk in het huis van Martha, Maria en Lazarus? Heel veel mensen zijn naar het huis van Martha toegekomen. Weet je waarom? Jezus is er. En ze willen allemaal graag wel weer eens wat van Jezus horen. Want Jezus heeft Lazarus uit de dood opgewekt. Lazarus was eerst zo ziek geworden, was gestorven en het had te lang geduurd voordat Jezus bij hem was. Maar Jezus was toen toch gekomen en had Lazarus uit de dood weer levend gemaakt. Nou, dan snap je wel dat heel veel mensen die daar in de buurt van Martha wonen, dat die wel graag een keer bij Jezus willen zien, dat ze naar hem willen luisteren. En daarom is het nu zo druk in dat huis, want Jezus is er samen met zijn discipelen. Hij is op weg naar Jeruzalem, want over 6 dagen zal het Pasen zijn. En Martha? Martha heeft het er maar druk mee. Wil er iemand nog wat drinken? Vraagt ze. En even later, nog iemand een stukje brood misschien? Of wat vlees? Martha zorgt zo goed voor iedereen. En dat doet ze ook graag. Het is gezellig in huis. Ze is blij dat Jezus weer bij hen is. En ze geniet van al die gezelligheid. Maar waar is Maria? Maria wil toch ook altijd zo graag dicht bij Jezus zijn? En nu zien we haar niet eens. Nee, Maria is buiten. Buiten onder de vijgenboom staat ze. In haar hand heeft ze een kruikje olie. Hele dure olie, nardusolie. Ze heeft dit gekocht. En weet je hoeveel geld het kost? Zoveel dat je er bijna wel een huis voor kan kopen. Het is hele speciale olie. Het is geen olie die je gebruikt om het eten klaar te maken. Nee, het is olie die wordt gebruikt als er bijvoorbeeld een koning gezalfd wordt. Of als er iemand gestorven is, dan wordt er een klein beetje van die olie gebruikt om iets lekker te laten ruiken, om iets te zalven. En Maria heeft een hele fles. Hele dure, kostbare olie. Ja. Zij wil het aan Jezus geven. Zij wil Jezus salven met deze olie. Want Jezus is voor haar de koning. Hij zou best koning kunnen worden. Dat
maakt haar blij. Dat ze denkt, hij is mijn beste vriend. Ik hou zoveel van Jezus. Ik wil hem alles geven wat ik heb. En daarom wil ik hem ook de allerduurste olie geven die er is. En hij heeft ook mijn broer Lazarus uit de dood weer opgewekt. Ook daarvoor wil ik hem bedanken. En ook daarvoor zou ik hem wel die olie willen geven. Ja, en als hij koning zou worden, wat sommige mensen denken, dan zal hij de allerbeste, vriendelijkste en aardigste koning zijn die er ooit geweest is. En die koning, die verdient die dure olie. Maar ze kijkt niet alleen blij. Over haar wangen lopen ook tranen. Ze is blij en verdrietig tegelijk. Want ze weet ook dat er mensen zijn die boos zijn op Jezus. Boos om de wonderen die hij doet. Boos om de woorden die hij zegt. Boos omdat hij zegt dat hij koning zal worden. En die mensen zijn zo boos dat ze Jezus wel gevangen zouden willen nemen. En het liefst zouden ze hem willen doden. En daarom is Maria ook verdrietig. En ze weet niet wat er gaat gebeuren. En ze weet niet hoe lang Jezus nog bij hen zal zijn. Maar vandaag is hij er. En daarom wil ze vandaag haar liefde aan hem laten zien. Maria loopt naar binnen. Wat een drukte. Wat veel mensen zijn er. Ze moet zich echt door de mensen heen duwen en wringen tot ze dicht bij Jezus is. En dan knielt ze aan zijn voeten neer. En meestal werd er van die olie een klein beetje gebruikt. Dat was al genoeg om het lekker te laten ruiken. Maar wat doet Maria? Ze breekt het flesje kapot, ze breekt de hals eraf en dan giet ze het hele flesje met olie leeg over de voeten van de Heer Jezus. Nou, dat ruiken de mensen. En het wordt stil en ze stoppen met praten en kijken wat gebeurt hier, waar komt die geur vandaan? En dan zien ze daar Maria zitten, aan de voeten van Jezus. Met een gebroken flesje in haar hand en de natte voeten van Jezus. Wat is dat? Zeggen ze. Wat doet Maria nu? Die kostbare olie. Een hele fles nardus. En dat giet ze zomaar over de voeten van Jezus? Ja. Maria gaat nog verder. Ze maakt haar haren los. En terwijl er nog tranen uit haar ogen druppen, wrijft ze met haar haren de voeten van Jezus droog. Dan staat Judas op, een van de discipelen. Judas is de man die altijd de portemonnee bij zich heeft. Hij zorgt ervoor dat af en toe de arme mensen wat geld krijgen, dat er wat boodschappen gedaan kunnen worden. En hij zegt, Maria, je had dit flesje veel beter aan mij kunnen geven. Dan had ik het verkocht voor je. En dan hadden we dat geld aan de arme mensen kunnen geven. Dat was toch veel beter geweest? Stil, zegt Jezus. Maria heeft het goed gedaan. De arme mensen hebben jullie elke dag bij je. Altijd zijn er arme mensen. Vandaag en morgen, volgend jaar zullen er arme mensen zijn en over 10 jaar nog steeds. En dan kan je elke keer voor ze zorgen. Maar ik ben niet meer zo lang bij jullie. En daarom heeft Maria gedaan wat ze moest doen. Jezus geeft Maria een hand en Maria staat op. Maria weet niet wat er gaat gebeuren. Maar ze weet wel dat ze vandaag aan Jezus heeft laten zien dat ze heel, heel veel van hem houdt. En jij? Hou jij heel veel van Jezus? Dat is fijn. Hoe kan je dat laten zien? Je kan nu niet meer naar Jezus toe gaan. Je kan niet iets heel moois voor hem kopen en dat aan hem geven. En toch weet ik zeker dat jij ook vandaag kan laten zien dat je heel veel van Jezus houdt. Hoe dan?
Nou, door te doen wat hij van ons vraagt. Hij zegt, heb de Heere God lief en je naaste als jezelf. Laat maar zien dat je van andere mensen houdt. Laat maar zien dat je iets voor een ander wil doen. Een klusje of iemand wil helpen. Of soms inderdaad iets moois kopen en dat geven aan papa of mama, omdat je zoveel van ze houdt. Of aan je broertje of zusje of opa of oma. Maak een mooie tekening en geef die aan iemand van wie je heel veel houdt. Dan lijk je op Maria en dan laat je ook een spoor van liefde achter. Nou, dat is toch niet zo moeilijk, hè? Dat moet lukken. Zullen we samen bidden? Lieve Heere God in de hemel, wij danken u dat we vandaag mogen beginnen met het Paasproject. Dat we een spoor mogen volgen, een spoor van liefde. Dat we mochten luisteren naar het verhaal over Maria, die iets heel kostbaars weggaf om zo te laten merken dat ze heel veel van u hield. Heere, wilt u ons helpen? Dat wij ook iets van de liefde laten merken. Dat we het laten merken aan anderen, maar ook aan uzelf. Dat we zingen voor u, dat we bidden, dat we aan anderen over u vertellen, zodat ook anderen dat spoor van liefde zullen zien. Heere, dank u wel dat we op deze manier naar verhalen mogen luisteren, dat we met elkaar kunnen zingen, dat we kunnen knutselen en dat we zo aan u mogen denken. Wilt u ons deze dag ook zegenen? Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Zo, ik heb echt genoten van het verhaal. Ja, dat was mooi. En dat je dan gewoon van die hele dure olie op iemand zijn voeten doet. Bijzonder, hè? Ja, ik zou het toch ergens anders gesmeerd hebben. Hé, dat zou jij nooit durven, hè? Op mijn vieze stinkvoet een beetje olie doen. Jij dat? Nou, misschien moet ik dan mijn neus dicht houden. Maar heb je echt zulke stinkvoeten? Ja, dat heb je met van die gimpies. Ja, daar weet je van. Moet je eens kijken. Ik heb hier wel een heel mooi flesje. Wauw. En volgens mij ruikt het ook heel lekker. Oh. Nou, kom maar op. Veel te lekker. Oh, nee joh. Nee joh. Kom maar op. Nee, ga dicht doen. Waarom niet? Ja, natuurlijk. Ha. Nou. Zo. Oh, twee zelfs? Oh, nee joh, natuurlijk. Dit valt mee hoor, ik. Echt zweetkakkers joh. Nee. Zo. Dat gaat wel echt geweldig ruiken, nou, zeg. Dat denk ik ook. Nou, doe die andere ook maar. Ja, nou, nog een beetje bij zo. Oh, heerlijk zeg. Lekker, hè? Ik ben benieuwd, hè. Even naar die jongens en meisjes. Zouden jullie dat ook durven? Bij je papa of je mama? Lijkt me echt een leuke. Nou, moet je even vragen zo. Zoek een lekker geurtje uit. En maak maar eens even hun voeten helemaal schoon. Want... Oh, heerlijk hoor. Echt lekker zeg. Echt heel lekker. Hey, nou ruik ik meteen lekker voor het feestje. En gaat er wel zo gauw vandoor? Ja, dus ga je toch echt te laat? Ga je weg? Jammer zeg. Nou, wij gaan nog niet weg. Wij gaan nog even lekker knutselen. Nou, dat is best. Ja? Ja, ja. Ik zie het wel als het klaar is. Ja, dat is goed. Oké. Zien we jou de volgende keer dan? Is goed. Hé, veel plezier en doe je vriend de groeten. Ja, ga ik doen hoor. Even kijken hoor, wat is me nou cadeau gebleven? Nou, je hebt hem alweer daar neergelegd. Ja, ik zie het. Komt goed. Nou, Rianne, wat gaan we knutselen? Nou, wij gaan... iets maken wat heel goed past bij het werkje, of bij het verhaal. Een hart. Een hart. Hé, maar die van jou is rood. Ja. Bij mij uit de printer komt altijd wit papier. Ja, maar gelukkig hebben we stiften. Of kleurpotloden, of misschien heb je wel gewoon rood papier. Dan zou je hem ook nog mooi kunnen versieren met stukjes. Oh ja. Of misschien wil je er wel allemaal kleine rode hartjes op maken. Nou, maak er iets creatiefs van. Volgens mij moet dat vast goed komen. En dit hart past natuurlijk ook heel goed bij de liefde van Maria. Voor de Heer Jezus. En dat hart gaan we uitknippen. En op het andere papier, wat ook uit de printer is gekomen,
zien we een kruik. Het kruikje met de olie en de voeten die heerlijk werden ingesmeerd, werden gezalfd. Nou, die voeten en dat kruikje kun je uitknippen. En je mag ook best wel zo om de twee voeten heen. En dat kruikje kunnen we natuurlijk ook lekker laten ruiken. Ja, als je een lekker luchtje opzoekt in huis. Misschien heeft mama wel wat of papa. Dan spuit je er een beetje op. En dan kunnen we deze plaatjes op het hart plakken. Aha. En dan hebben we het verhaal in het hart. Juist. Heel goed. Mooi. Nou. Hey, en volgens mij heb jij ook iets mee, Janne. Ja, ik hou ook wel een beetje van knutselen en freubelen. En ik dacht, we gaan eens een lekker geurtje zelf maken. Nou, heb je dat misschien niet vandaag allemaal in huis, maar als je mama lief aankijkt, wil ze nog wel eventjes bij de supermarkt morgen of overmorgen wat voor je kopen. En dan gaan we een lekker zeepje maken. Je hebt nodig een gewoon stuk zeep, een rasp, die heeft mama vast wel in de keukenla, en een kommetje. En dan ga je die zeep, die ga je klein maken. Je haalt hem over de rasp. En er vallen allemaal kleine stukjes in het bakje. Oh ja. Het lijkt wel een beetje op sneeuw. Nou, ik vind het wel een beetje saai. En er zit nog niet zoveel geur aan. Dus ik heb een hele lekkere zeep. Een vloeibare zeep. En ik doe een klein beetje ervan bij mijn zeepstukjes. Nou, nog niet nat genoeg. Dus ik doe er ook nog een klein beetje water bij. En dan ga je dit lekker door elkaar husselen. Als je nou denkt, nou, ik hou niet zo van dat gevoel aan mijn vingers, dan kan je het ook allemaal in een zakje doen. Je kan ook eerst de zeepvlokjes doen en dan het water. Dan heb je helemaal niks aan je handen. Even kijken of ik een beetje genoeg water heb. Misschien nog een heel klein beetje. Het moet niet te nat zijn. Dan kan je een knoopje erin leggen of je houdt het even vast. En dan ga je lekker zitten kneden zo onderin dat zakje. Alsof je aan het kleien bent. Is het te droog, doe je er een beetje water bij. Is het te nat, dan moet je nog een beetje zeep raspen. Nou, dat is lekker om zo in te knijpen. En als je een flink voorraadje hebt, dan ga je het eruit halen. Even kijken, oh, dat is nog wel erg nat hoor. Dan ga ik nog even er wat zeep bij doen. Ik ruik het al wel. Jij, ik ruik het ook. Ja, heerlijk. Het wordt mijn eigen zeepje. En soms heb je thuis kleurstof. Dat je wel eens gebruikt bij het bakken van een cake. En dan kan je er ook nog een druppeltje rode kleurstof in doen. Of groene. Dan krijgt je zeep ook nog een kleurtje. Nou, nog wat zeepvlokjes erbij. Oh, dit vind ik zo heerlijk, hè? Nou, het ziet er lekker een beetje kledderen. Kledderig uit. Heerlijk, ja, hoor. Ja. Meestal, maar ja, hoe wordt het nou? Meestal moet mama hier ook een beetje zin in hebben, hoor. Dan moet het zeil op tafel en zo, want het wordt wel eens een beetje een vieze boel. Gelukkig hebben we vakantie, hè. Dus, ja, dat is waar, hè. Misschien is er wel tijd voor. Nou, kijk, dan heb ik hier zo'n lekker plakkerig zeepprutje. Dat ga ik zo een beetje duwen, een beetje plat duwen. Alsof het ook een beetje klei is. Leg ik op een plankje en dan pak ik een vormpje. Ik heb een koekvormpje, een hartje natuurlijk. En net als wanneer je met klei aan het spelen bent, druk je nu dat hartje uit in de zeep. Kijk eens. Nou, je kan hem erin laten zitten en hem dan laten drogen. Misschien lekker even op de verwarming leggen, dan gaat hij sneller. Wil je nog meer hartjes maken, dan haal je hem eruit. Nou, ik zal hem er nu niet afhalen, want dan gaat hij meteen weer helemaal kapot. Dus laat hem eerst even drogen. Scherp mesje eronder. En je hebt je eigen hartjeszeep gemaakt. Hoe leuk is dat? Nou, en het ruikt lekker. Heerlijk. Oh. Nou, gaan we nog meer doen met de kinderen? Ja, we gaan ook nog met de kinderen zingen. Dat is leuk. En we hebben met dit project, met het spoor van liefde, hebben we een mooi lied. Wat we elke week met elkaar gaan zingen. Zodat we het, als het paasfeest is, heel erg goed kennen. Ja, dan moeten ze wel goed oefenen, hè? Heel goed oefenen. Elke week en tussendoor misschien thuis ook nog even gewoon lekker zingen. En dan zou het natuurlijk heel leuk zijn als we dat dan met alle kinderen kunnen zingen. En misschien wel met de ramen open, allemaal in ons eigen huis.
Of ja, misschien kunnen we het wel weer filmen net als buiten op het plein van de kerk. Nou, dat misschien is dat wel mag. Heel erg leuk. Ja. Maar daar moeten we nog even over nadenken. Ja. Dat moeten we even afwachten. Maar we moeten ook eerst oefenen. Anders wordt het niks. We gaan oefenen. Oké. Gaan we doen. Dan gaan wij het lied voor ze zingen. Helemaal en dan goed. Kunnen ze thuis hard oefenen. Doe je best, hè? En zien we je volgende week weer?